Oranje vindt hier. Hallo schat. Doei. Ging het goed vandaag? Ik was een heel bewegelijk kind. Ik was altijd aan het rennen, altijd aan het klimmen. Altijd iets aan het onderzoeken. Ze moesten mij entertainen. En ze hebben dat op allerlei manieren mogelijk gedaan. Waaronder dus met kunst en cultuur. En mijn ouders hebben altijd kunst als een uitlating gebruikt om hun stem te laten horen. En dat hebben ze mij meegegeven. Dat ik altijd mezelf mag zijn. Dus dat is eigenlijk een soort van, you just go through it. Het is niet allemaal vast, want anders haal je het niet. Die moet een duidelijke rebound geven, zeg maar. Dus hij moet niet hard, maar hij moet wel een duidelijke rebound geven, ja. Ik probeer andere mensen hun stem te laten horen die het moeilijk vinden om zelf hun stem te laten horen. Dat sijpelt allemaal terug door in wat ik heb geleerd van huis uit. Dus tussen de tijd dat ik 19 was en 24, heb ik Future in Dance opgericht. Ben ik door heel Nederland lessen gaan opzetten, heb ik groepen getraind. En toen begon ik House of Urban Art, omdat ik een huis wilde waar ik alles wat ik los overal vandaan heb moeten plukken, op één plek wilde voor de volgende generatie. Alle aspecten in het leven zijn belangrijk om je volledige potentie te bereiken. En Indira die heeft altijd een veilige plek gecreëerd om daar volledig voor te gaan. She really gives you the canvas. She doesn't really apply too much judgment. She allows you to express fully. And that's one thing I really appreciate. Het is gewoon een powervrouw, dus als ze binnenloopt, is ze gewoon heel erg aanwezig, maar echt in een positieve manier. Als ik iets mag meegeven aan de volgende generatie, is het gewoon dat je mag zijn wie je bent, ondanks wat andere mensen over jou vinden of denken. Heb je talent? Nee, iedereen heeft talent. Je hoeft niet uitgenodigd te worden, je gaat gewoon ergens staan. Dat jij weet of dat je kan herkennen bij jezelf dat je iets hebt waar je in uitblinkt. Daar hou ik me mee bezig. Wat het voor mij doet als persoon, is dat ik blij ben om mee te maken dat een fonds zich inzet voor zoiets als dit. Waar ik de bijdrage vanuit het Cultuurfonds voor zou willen inzetten is, ik wil heel graag ruimte maken voor de lange termijn. We willen een eigen school, we willen de methodiek meer uitdiepen, we willen meer mensen meer werkuren kunnen bieden en toch het maken van een soort autobiografische film.